Zo, goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Het is natuurlijk weer een nieuwe Trains of World video, first look video. Ik had deze de vorige al aangekondigd dat de route zou uitkomen op 24 maart. Dit is de nieuwe DLC voor Trains of World, de Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Het is weer een route in het Ruhrgebied, zeg maar. De vorige route was het Rhein-Ruhr-Oosten. Deze keer de, even kijken, de Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Alleen ik heb geen idee waarom die nu hier geen informatie laat zien. Maar goed, ik vind het allemaal prima. De route gaat van Duisburg naar Bochum, hij gaat niet naar Dortmund. Hij stopt een klein stukje voor Dortmund. Maar in ieder geval, je hebt een aantal zaken wat meegeleverd wordt. Je hebt de route is al 46 kilometer lang. Hij bevat namelijk de regionaal en de S-baan tussen Essen en Bochum. Die splitsen van elkaar. De S-baan neemt, ik dacht het noordelijke gedeelte, daar heb je wat meer stops. En regionaal, zeg maar voor de regionaal express, neemt de zuidelijke, daar heb je wat minder stops tussen zitten. Omdat het, ja, die stoppen gewoon een stuk minder. Er zijn maar ook weer zo'n splitsing wat Rhein-Ruhr-Oosten zeg maar eigenlijk een beetje had met vracht en express en ook weer een beetje de S-baan stijl. Nou, wat komt in ieder geval mee in deze route? Standaard moet je even een aantal dingen even negeren, want een aantal treinen die krijg je mee als je ook andere DLC hebt, die zal ik zo meteen uitleggen. Wat meekomt is natuurlijk de BR-442. Van Deutsche Bahn, gebouwd door Alstom en Bombardier tussen 2007 en 2011. En dit is een electromultiple unit. Deze is al bekend van de Rhein-Ruhr-Oostenroute. En wat nieuw is, is de BR-425 van de Deutsche Bahn. En deze is gebouwd eigenlijk door Mike Gold eigenlijk, en wat hulp van andere mensen. Deze is eigenlijk dezelfde eigenlijk die ook in Train Simulator zit. Ik krijg bijna het idee dat het een import is van dat model. Want dat was zo'n goed model. Echt zo'n ongelooflijk model. maar je hebt ook toegang tot andere services. Je hebt deze, heb je 71 services mee. Deze heb je 141. Maar je kunt ook rijden met de 155. Dan heb je 30 services. 77 services voor de 143, 20 voor de 182. Dan heb je de dubbelstok capcar, die gaat waarschijnlijk één kant op en dan de, ook de andere kant 65 services, de 146.2 en de 185.2. En daar heb je volgens mij zelfs liveries in de DB en de Relion livery. Niet de zwarte, die komt als goed is in een patch naar voren. Deze DLC moet je de DLC voor hebben. Je moet 182 DLC hebben. Je moet 155 DLC hebben. De rij. Welke was deze van de. Niet de MSB, de andere. Van de Hagen naar Finnentrop. Route, dan krijg je de 143. En volgens mij komt deze capcar mee met de 146. Dus. Maar dat is in ieder geval wat je hebt. Je hebt natuurlijk de welbekende Journey Mode. Daar heb je twee chapters. De BR-425 en de 442. Daar heb je allebei de introduction. En dan heb je hier een aantal scenario's. En natuurlijk de regionaalbaan Regional Express. En dan heb je de S-baan voor de 422. Training natuurlijk ook weer. De Hauptstrecke Rhein-Ruhr Introduction. Ik weet eigenlijk niet waarom die niet geplayed heeft eigenlijk. Maar goed, wij doen zo wel even. En dan doen we daarna de S-baan introduction op de 442. Je ziet ook de route met die verschillen. Naar de scenario's. Dan heb je dus de 5 stuks. En natuurlijk de timetable die we al hadden gezien. Zo te zien hebben we jobs. Ik had gelezen op de pagina 100 jobs. Maar blijkbaar zijn er maar 80. Dus dat is ook wel heel erg. Kijk, en hij is nu ingevuld. Hauptstrecke, Rhein-Ruhr en wat dan ook. Dus dat heb je in ieder geval. Dus mocht je meerdere DLC's hebben, dan heb je meer
Op de route, standaard zit er geen vracht in. Nu wel vanwege dat je eventueel andere routes hebt. Nou, ik vind het eigenlijk wel jammer dat de route introduction niet speelt. Dus weet je wat? Beginnen we met de route introduction. En daarna doen we de 452. Dus ik zou zeggen, laten we maar eens even gaan kijken. Take a brief ride along the Rhine-Romaine line and learn when it's available, what's available to be discovered. Let's go. Het zal niet zo heel veel zijn, deze introductie, maar goed. Let's eat to the beginning. This is Essen. Voordat we dat doen, ik ben nog bezig geweest met een Engelse route, dus even deze. Nou, Central Station. Take the underpass to platform 10 to catch a train. Oeh, geen Duits-talige meneer. Of in ieder geval met een Duits-talige accent. Maar een Britse mevrouw. Interesting. Waar zitten we eigenlijk? Wij zitten in Essen. Oh ja, dat zei ze. God, dom. Maar goed. Hashtag blame me. En het regent. Wat denk je dan? Aan de platform 10. Hallo. Oeh, kijk, een job. Die jobs doe ik in mijn eigen spare time. Dus die zullen jullie niet zien op deze video dat ik die oppak tenzij het echt niet anders kan. Maar goed. Volgens mij hoor ik een 425. En ik heb een poster geplaced. Oh, verdorie. Dat mag ik eigenlijk niet doen. Maar goed. Dat was de 425. Do 8:30, train to Dortmund. Oké, sit in any available seat. Zolang er maar eentje is die mensen nodig hebben. Nou, dan gaan we lekker hier zitten. Lekker bij het raam. En dan kun je ook niet opstaan natuurlijk. Hè. En daar gaan we. Oeh, luid geluid. Helpstrecker Rhein-Ruhr provides regular commuter and express services between the bustling metropolitan areas and surrounding residential sprawls between Duisburg and Bochum in the northwest of Germany. Bochum. Bochum, wij noemen, ik zeg gewoon Bochum. Ik weet niet welke beter is, maar goed, één van die twee. Bewegen die... Nee. You're currently riding a BR-425 electric multiple unit. These run as 8-car formations and operate regional services throughout the region. Oeh. Oh, die auto die remde in geplassen. Let op, dan moeten we zo naar buiten kijken. Dan weer naar binnen. Trains in World allows you to ride and drive trains from a selection of internal and external camera angles. Let's take a look now while exploring the exterior of this train. Oké. Oh ja, ik had even in uitgezet. Waarom heb ik even in uitgezet? Maar goed. Mönchengladbach. Hoe kijken onze machinisten? Moeten we even de ruitenwisser aanzetten of zal ik het raampje op doen? Other internal and external camera views are available to be explored. These can be accessed with the number keys. Laten we maar lekker naar binnen gaan weer. Wat een lawaai. You've only travelled a short distance here, so let's take a look at what else there is to enjoy. Welcome to Helpstrecker Rhein-Ruhr.
Take on the challenge of keeping commuters on the move along a busy main line. Drive along the stretch of main line connecting towering cities, rural towns and dense woodland. Operate a multitude of service patterns between a variety of destinations. Keep to a tightly scheduled timetable with many regular passenger services. Along the way, be sure to place route maps, restock fire extinguishers, put up posters and bring more ticket machines into use. Choose commuter or express services and take trips along the Rhine-Ruhr mainline. Probleem met een DTG daarvoor. Kijk, en dan hebben we gelijk 500 puntjes erbij. Oeh. Gelijk de helft naar level 1. Wat wij doen is, wij gaan main menu. Ik doe de journey mode eigenlijk altijd starten vanuit de main menu. Dat is ook de weten dat ik de goede... En bad dat ik het er van een eentje op heb gepakt. Maar goed, wij gaan de S-Bahn driver... doen de BF425 de EMU introduction. Dus let's go. Welcome to these S-Bahn electric multiple units in DB traffic red livery. This brief introduction will cover passenger operations and recovery from an emergency stop. Climb aboard to get started. Nou, wij nemen natuurlijk de 442 hebben we al gehad, dus weet je wat? 425, gotta happen. A lot of time will be spent in the driver's seat. Driver's seat. En dan vervolgens dan draait ze weg van de microfoon. Kijk het idee. Oh, hallo. Hallo. Daar zijn wij. To activate the control desk, insert the reverser key. The reverser is used to set the direction of travel. Give a quick glance of the platform to ensure all is safe, then unlock the doors. All is safe, en dan moet ik weer naar binnen. Ik zet nog geen PCB of SIFA aan, dat heeft ermee te maken dat Turio heel vaak dingen lokken. Dus, maar goed, wij moeten in ieder geval naar... wat een shite. Dus ik gok zo'n 10 minuutjes of zo, het rietje. Dan kunnen we die al aanzetten. It's time to get going. Set the doors to locked. Oftewel, die. Lampjes zijn waar. This multiple unit features a combined power brake handle, called a master controller. It is currently in the brake range. Move the handle past the off position and into the power range to get moving. Yeah, yeah. Now we're moving, apply more power and focus on achieving the required speed. Niet te vergeten dat deze 425, zolang hij niet op LCB werkt, is deze trein gelimiteerd tot 140 km per uur. Ik heb in een preview al gezien dat in de stream die DTG deed, zeg maar, met de March Madness, dat niet geforceerd werd. Coasting is a method used to efficiently maintain speed and reduce engine stress and maintenance requirements. Geen idee hoe de werkelijkheid is, maar... Keeping to the speed limit is important. If you begin to overspeed, move the master controller into the braking range to slow down. Ja, ja, ja. Deze heeft geen AFB trouwens. Dus, we mogen 125. 130. Volgens mij 130.
Essen-Kree-Zuid in 2,5 kilometer. Geen idee wat dat voor geblets was. 90 kilometer per uur. En natuurlijk een screenshot. Tot de turn 130. Maar eigenlijk niet, want we hebben over 900 meter moeten wij toch stoppen. Dus wat wij doen is, we blijven lekker 90 rijden. Dan remmen wij zo meteen af. Apply a small amount of brake force to achieve a comfortable, safe stop. Oh, je weet toch dat ze stel 80 binnenkomen, volledig in aankus en stilstaan. Nederlandse stijl 40 km per uur kopje per om, in ieder geval de 1 en dan meer afremmen. Oh, geluid is zo goed van dit ding. Lijkt alsof ik in TS1 zit. Eww. Ik heb alleen geen idee wat dat voor geflits is, maar goed. Door het ruimte. Hoe kan ik de raam niet open doen? Kan de deur ook niet open doen? Oh, zeker gelokt vanwege de tutorial. Wel, want wat kunnen we hier wel? Eigenlijk niks. Ik heb hier niet van de lampjes aangekregen voor de meters waar we gingen. Maar goed. We hebben nu, en dan hebben we soms in een emergency stop waarschijnlijk. Ja, emergency stop. Reset de train. En dan... Nou, wat een shite. Locking the doors. Operate the train to the next station without instruction. Be aware that an emergency stop will occur before arriving. Ja, dat weten we. Lekker vol tractie. Zijn dat is wel net. Ik moet zeggen, de route ziet er op zich aardig mooi uit. Goed aangekleed. Beter dan de ook veel route die uit is gekomen in Canada. Goed, spreekt wat meer aan ons natuurlijk, hè, omdat we Nederlanders zijn. Spreekt ons Duits ook aardig aan. Laten we even natuurlijk wel onze 140 km per uur aanhouden. Deze trein heeft geen LCP. Nou heeft het wel, maar je ziet het, maar het is niet volgens mij ingebouwd. DTG heeft nog geen LCP in Trains of World toegevoegd. Waarschijnlijk bij dit zijn of over 200 meter. Waarschijnlijk over 50 meter. Zie je? Precies bij dat zo. Emergency stop. Noodbremsen. 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 Aangezien we toch geen BZB. En dan wie wie wie. Sorry. Laten we dat maar niet doen. En we staan stil.
Use the parking brake to hold the train while the brake system is recharged. Apply the parking brake. Reset the emergency brake. The train has reset, so it is possible to get moving again. Ja, weer. Return to line speed as before and get ready. Oh, and get ready to stop at the next station. Successful progress, 250 points. You know, I'm all about the points. Remember to apply the brakes early and gently to provide a comfortable ride for passengers. Okay, dit ging ietsjes minder soepel dan ik had verwacht. Dat geef ik wel toe. Weer dat geflitsen. Ik weet niet of dat mijn graphic settings zijn, volgens mij niet. Maar goed, we staan stil. Ietsjes te vroeg, maar goed. Open de doors. Ah, dat is het eigenlijk. Nou, hebben we de tutorial ook alweer gehad. Nou, dat gaat, ging ook alweer vrij snel. Ik moet zeggen, tot op heden, ik heb, zoals ik zei, het is alleen maar de introductie. Ik heb nog niet verder met de route gereden of er wat mee gedaan. Ik moet zeggen, hij ziet er op zich prima uit, zo. De route en natuurlijk de trein. Maar we zullen wel zien. Binnenkort komt hij gewoon in de stream. The skills learnt here can be directly transferred to a similar S-Bahn stock. More details on the controls of both units can be found in the manual. Ja, ik heb de manual gezien. De manual is deze keer aanwezig. In tegenstelling tot de vorige de release, de trein van de Caltrain. Maar is het in ieder geval goed. Achievement unlocked. Certified Pro. Een gold medal. Maar goed, dat was eigenlijk de introductie. Ik heb in ieder geval, ja, qua routestijl, als ik heel kort over dit kleine stukje is, hij ziet er op zich wel goed uit. Maar goed, ja, je weet. Vorm je eigen opinie over de route of wat dan ook. Ik vind deze er beter uitzien dan de Canadese route. Maar goed, Canadese route is weer wat anders. Dus in ieder geval weer Duitse stijl. En de trein, top notch op dit moment. Ik ga geen journey doen. Terug naar het hoofdmenu. Deze sale die zou, ja, tegen de tijd dat deze video live is, is die nog één dag geldig. Maar dan is het niet meer. En mijn menu muziek is weg, maar goed. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Het is een korte introductievideo. We hebben de route-introductie gedaan en de 425. Binnenkort zal ik natuurlijk op stream deze ook nog wel een keer doen. Dan gaan we even kijken naar de hoofdstrekker Rijnroer. 425, misschien met de 442. Misschien de Rijnroer-Oosten weer een beetje. En ik denk ook wel de Caltrain. Dat we doen. Maar goed, hou voor daarvoor mijn stream misschien in de gaten. Ik hoop dat jullie in ieder geval deze video in ieder geval leuk hebben gevonden. En dan, ja, als je dat leuk hebt gevonden, doe een duimpje omhoog. Ik zou zeggen, dan blijf ik gewoon lekker de eerste video introducties maken. Gewoon
Dan komt dat in ieder geval wel helemaal in orde. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zie u graag in de volgende video weer terug. Tot de volgende.